exact 30 seconden. Zoveel tijd krijgen de kandidaat Vlaams parlementsleden om zich aan u voor te stellen. Daarna valt onvermijdelijk het doek. Goedendag, ik ben John Crombé. Ik ben de lijsttrekker voor SPA in West-Vlaanderen. Ik heb in mijn jeugd de meeste van mijn tijd doorgebracht met kampen met mentale gehandicapten, voetballen en spelen in rockgroepen. Maar nu ben ik dus in de politiek aanbeland. Nadat ik een periode kabinetchef ben geweest van Johan van der Lanotte, ga ik nu zelf de stap wagen in de volgende Vlaamse verkiezingen, waar ik dus op kom als lijsttrekker voor de SPA in West-Vlaanderen. Waarom stapt u in de politieke strijd? Eigenlijk omdat het al van heel lang een droom is om zelf een politiek te doen, om zelf dingen uit te leggen aan mensen, om zelf overtuigingen naar voren te brengen. En ik ben de politiek al heel lang aan het volgen. Ik heb ook een tijdje achter de schermen meegedraaid. En op dit moment, en heel recent en heel nieuw eigenlijk, wil ik het nu zelf voor de schermen gaan doen. En ik denk dat de huidige politiek in Vlaanderen en in België eigenlijk ook wat nieuw bloed kan gebruiken. Want ik heb de indruk dat de laatste paar jaar veel discussies vastgeroest zitten, geblokkeerd zitten. Eigenlijk niet meer vaak gebeuren vanuit een gedrevenheid, een wil voor verandering. En zeker in de toestand waar we nu zitten, waar we eigenlijk heel wat verandering nodig hebben, zowel economisch als het bankensysteem, als de combinatie werkgezin, ben ik eigenlijk wel blij dat ik als nieuwe politicus op de voorgrond kan mee in het strijdtoneel stappen. Wie zijn uw grote politieke voorbeelden? Ik heb er wel een paar. En die komen in de loop van de tijd natuurlijk. En binnen de partij, binnen de SPA, eigenlijk in de jaren 90, toen ik van op een afstand de politiek aan het volgen was, waren en zijn nog altijd mijn grote politieke voorbeelden, zeker Louis Tobak en Freddy Willocks. Eigenlijk, Freddy Willocks was de eerste SPA die ik leerde kennen, ook toen ik mijn thesis aan het schrijven was. Het was heel fijn om te zien dat een toppoliticus geïnteresseerd was in wat een jonge student aan het doen was. En zeker ook Frank van den Broeke. Maar ik heb ondertussen bij Johan van der Lanotte en Freya van den Bossen gewerkt en op veel verschillende vlakken veel van hen geleerd. Dus ook zij zijn daar ondertussen bijgekomen. Wat heeft uw partijkeuze bepaald? Wel, het is eigenlijk zo, ik heb geen keuze gemaakt voor de partij. Ik heb mezelf die vraag nooit gesteld. Ik heb daar geen afwegingen moeten voor maken. Ik heb op de een of andere manier van bij het begin dat ik de politiek volgde, tot ik mij engageerde, heb ik mij socialist gevoeld en tot op vandaag nog altijd. Ik kan mij ook niet inbeelden dat ik ooit iets anders zou kunnen zijn. Wat wilt u nooit doen in de politiek? Wat ik nooit wil doen, en ik kan dat misschien het beste omschrijven door te zeggen hoe ik het wil doen, de politiek. Wat ik nooit wil doen, is de politiek tot slogans terugbrengen. De politiek enkel terugbrengen tot one-liners die eigenlijk inhoudelijk weinig te bieden hebben. Want dat is een beetje wat ik momenteel aan onze politiek betreur. Er zijn politici, zijn mensen die fulltime betaald worden om een analyse te maken van wat dan ook in de maatschappij, of dat dan nu gaat over een economische crisis of over dierenwelzijn. Politici zijn fulltime betaald om een analyse te maken en om dan voorstellen te doen om te zorgen dat de dingen moeten georganiseerd worden zoals zij denken dat het best is. Als je dat dan gaat reduceren tot slogans, dan ben je eigenlijk je job niet aan het doen. En dus ik ben niet bereid om daar ooit aan mee te doen, om het te reduceren tot holle slogans en one-liners. Omdat ik denk dat de politici de verdomde plicht hebben om die analyses te maken en voorstellen te doen aan de mensen. Het is dan aan de mensen om te kiezen welke voorstellen die ze zelf het liefst hebben. Maar als je alleen maar politici krijgt, zoals het de laatste tijd is, die met de ene zin tegen de andere schermen, vaak inhoudsloos, dan zijn politici eigenlijk hun job niet aan het doen. En of dat nu goed werkt of slecht werkt, het kan me niet schelen, maar ik ga er nooit aan meedoen. Wat is volgens u de mogelijke impact van een politieke carrière op uw persoonlijk leven? Dat is moeilijk in te schatten. Ik werk al een tijdje achter de schermen in de politiek. Dat is redelijk tijdsintensief. Ik heb vroeger aan de Universiteit van Gent gewerkt. Dat was een ander leven, maar daar zaten ook heel intensieve periodes in waar je dag en nacht bezig bent met onderzoek. En het is een kwestie om afspraken te maken en goed te plannen. Maar je weet als politicus dat je weinig onderscheid maakt tussen week en weekend. En dat je echt moet in je persoonlijk leven, voor je hobby's, voor je gezin, inplannen en afspreken.
En dat is iets dat ook een leercurve is. Ik ben nog eens heel nieuw in de politiek, dus ik heb daar ook nog wel wat te leren. Want het is iets dat kan werken als een spons dat je helemaal kan opslorpen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een stappenteller meegebracht, want dus eigenlijk, ik moet eerlijk zeggen, de vraag om je politiek engagement te gaan uitdrukken in één voorwerp is een zeer moeilijke opgave. Maar ik heb een nieuwe stappenteller meegebracht. En eigenlijk heb ik hem aangehad op weg naar hier en dat is een beetje vals spelen, want ik ga die stappenteller meepakken op de huisbezoeken. Omdat ik nu in de campagne van plan ben om heel veel mensen rechtstreeks aan te spreken en heel veel mensen rechtstreeks een boodschap te brengen. Omwille van het ontbreken van het debat momenteel, met alles wat dit land doormaakt, dat is de banken die bijna failliet waren, mensen zijn steeds sneller en steeds meer hun job aan het verliezen. En ondertussen gebeurt er heel weinig. Dus ik wil heel veel mensen aanspreken, ik wil de straat op gaan, ik wil ze persoonlijk aanspreken. Ik ga daarvoor redelijk veel stappen zetten. Dus in die zin heb ik, om hem te gebruiken op weg naar hier, een klein beetje vals gespeeld. Vanaf volgende week begin ik daaraan en ga ik hem beginnen gebruiken. Nee, is gloednieuw. Maar ik denk dat het essentieel is dat we aan mensen gaan uitleggen van kijk, er bestond een economisch model. Iedereen heeft ondertussen en de angst gehad voor zijn spaargeld. En nu hebben een pak mensen de vrees voor hun job. Dat betekent dat het systeem zoals dat het tot nu toe was, gewoon fouten heeft vertoond, dat we gaan dingen moeten veranderen. En er zijn te weinig politici en politieke partijen die ofwel al beseffen of nog erger, ofwel nog niet willen echt dingen veranderen, het nog niet erg genoeg vinden. En ik wil met die boodschap zeker de straat op gaan om mensen individueel aan te spreken.